een prima start in de tweede periode wist NEC de goede vorm niet vast te houden. Na gelijkspel tegen Jong FC Utrecht waren Excelsior en Almere te sterk voor de Nijmegenaren. De goede vorm moet aanstaande vrijdag weer worden gevonden in Eindhoven, waar NEC het opneemt tegen de nummer 13 van de keukenkampioen-divisie. FC Eindhoven pakte uit de afgelopen 5 wedstrijden 4 punten en zit dus net zoals NEC in een dipje. Tegen Almere kwam NEC op een 2-0 achterstand. Waar ging het mis volgens trainer Gesthuizen? En het is allemaal leuk en aardig dat je, als je die wedstrijd analyseert, hebben we heel veel kansen gehad. Veel dingen heel goed gedaan. Alleen je krijgt wel 3 goals tegen, dus heb je ook dingen niet goed gedaan. En dat blijft bij mensen hangen. En ook bij ons. Hè. Dus uiteindelijk is het leuk en aardig, goed spelen, veel kansen creëren, maar je moet wedstrijden winnen. Nou ja, ik snap dat je, ik kan begrijpen dat je als je tegenstander verliest, dat de vorm en vertrouwen iets minder is dan als je in een reeks zit waarin je veel wint. Ja, nee, ik denk dat dat bij deze wedstrijd wel meeviel. Ik denk dat we heel goed begonnen aan de wedstrijd. De betere partij waren, alleen de eerste 2 mogelijkheden voor hun kansen, dat zijn 2 goals. Daarna zag je wel in de wedstrijd, vond ik, dat het vertrouwen minder werd. Hè. Mensen begonnen ook een beetje te morren bij 2-0, terwijl we daarvoor uit prima speelden. Alleen die 2 goals doen wel iets uiteindelijk met je. Dus vlak voor rust was het wel een mindere fase. Ja, dat hebben we na de rust wel weer opgepakt en heel dominant gespeeld, veel kansen gecreëerd. Ja, en uiteindelijk ben je weer terug in de wedstrijd, 20 minuten voor tijd, hè, met die 2-2 en ligt hij 1 minuut later ligt hij er weer in. Dus ja, als je kijkt naar de manier waarop we begonnen, had ik niet het idee dat we echt last hadden van die wedstrijd daarvoor. Dus ja, uiteindelijk verlies je wel. En het is heel zonde dat je Tom Overtoom in de eerste helft verliest. Hoe is het met hem? Ja, hij heeft een hamstringblessure, dus die zal voor de winterstop niet meer inzetbaar zijn. Dus die is er voorlopig uit. Dan moet jij vervelend zijn als trainer, denk ik. Ja, zeker. Vervelend helaas. Dan moet ik zeggen, voor de winter hebben we heel weinig blessures gehad. Dus wat dat betreft is Tom de enige. Voor hem vooral heel vervelend, want hij heeft een nare periode gehad. Hij heeft niet gespeeld. Hij heeft zich teruggeknokt. Op een goede manier blijven trainen, hard blijven werken. Zelf weer verdiend. En deze wedstrijd goed gespeeld ook, de half uur dat hij speelde. Ja, dat is heel vervelend voor hem, dat hij net in deze fase nu de blessure oploopt. Je liet Dirk Proper debuteren. Is het iemand die je naar de basis hengelt of hem vooral voorzichtig wil brengen? Nou, beiden, ja, dat eerste, hij zal naar de basis willen hengelen. Aan de andere kant ziet hij ook wel dat hij net erbij is. Alleen hij is onderdeel van de A-selectie, dus als hij moet spelen, dan moet hij spelen. Dus voorzichtig brengen hoeft ook niet. Als hij goed genoeg is, is hij oud genoeg. Ja, nu vonden wij dat we hem nodig hadden in deze wedstrijd, dus dan brengen we hem ook gewoon in. Dan naar Eindhoven, een team dat in augustus nog te sterk was voor jullie. Ja, eigenlijk mede door Branko van der Bomen. Die is er nu niet bij, die is naar de Graafschap. Hoe is dat team veranderd sinds zijn afwezigheid? Ja, dat is wel veranderd. Hè. De beginfase hebben zij heel sterk gespeeld. Stonden ze op een gegeven moment volgens mij zelfs tweede. Nou, op het moment dat toen van der Bomen weg is gegaan, is het wat minder geworden. Plus dat zij daarbij hele hoop blessures hebben gehad, die nu wel langzaamaan weer terugkomen. Daar zijn ze veel punten in kwijtgeraakt in die fase. Nou, als je nu ziet, ze hadden 2 tikkies gehad. Hè. Volendam hadden ze een tikkie gehad, de laatste thuiswedstrijd, waarin Volendam voor de periode nog belangrijke zaken kan doen. Maar goed, ze hebben nu vertrouwen getankt door bij Excelsior te winnen. Dus er komen een aantal jongens terug. Ik heb net ook al gezegd, jouw collega's, we moeten dat niet zien als even een laatste wedstrijdje voor de winterstop. Dit is gewoon de eerste wedstrijd van een nieuwe periode. We hebben wat recht te zetten, dus we willen wel een team zien wat gewoon wil winnen, punt. En dan is winterstop. Handig moment, denk ik, om eventjes te pauzeren. Ja, de winterstop moet je pauzeren. Je kan niet veel anders. We hebben even een korte break en daarna hebben we een korte trainingskamp. En dan begint het ook alweer vrij snel. Dus zo lang is het allemaal niet. Maar ja, je zou normaal gesproken kunnen zeggen, kleine pijntjes kunnen even helen. Maar die hebben we in principe niet. Tom is wel iets langer eruit. Dus wat dat betreft is het wel even lekker om rust te pakken. Maar ja, goed, het is niet heel lang. Aanstaande vrijdag, FC Eindhoven tegen NEC. Het Jan Lauwer Stadion is het decor en de aftrap is om 8 uur. En overigens is het allemaal live te volgen via RN7.